Een stille moeder. Ja. Wat heb je voor een boek geschreven? Een roman over een dochter die eigenlijk op zoek gaat naar haar verleden. Onverwachts, want ze komt in Speetsburg terug. Ze woont in Amsterdam en krijgt te horen van haar zieke vader dat hij waarschijnlijk niet haar vader is. Hij kent de details niet, daarvoor moet ze bij de moeder zijn. En dan... Ja, dan ontstaat eigenlijk niet een zoektocht van wie is nou mijn werkelijke vader, maar wat is er met mijn moeder aan de hand? Wat is er gebeurd? En dan blijken moeders toch vaak wat stiller te zijn dan we zouden willen als kinderen. Hoe kom je bij zo'n onderwerp? Nou, dat heeft vele verklaringen. Ten eerste herken ik die stilte van ouders. Ik heb zelf intussen ook kinderen en weet dat je soms gewoon maar beter je mond kunt houden. Je hoeft niet alles uit te leggen. Tegelijkertijd kom ik uit een omgeving waar geheimen eigenlijk altijd heel gebruikelijk zijn. Die komen veel voor. Een naoorlogs Joods gezin waarin altijd onderwerpen onbesproken bleven. Waardoor ze vaak ook veel belangrijker worden en spannender lijken dan ze eigenlijk zijn. Groter, belangrijker, spannender? Ja, pijnlijker misschien ook? Pijnlijker ook, maar bijvoorbeeld ik herinner me heel goed dat mijn grootvader altijd met zware hoest aan tafel zat. En dan vroeg ik als 5-6-jarig kind waarom opa zo hard hoestte, maar daar wordt niet over gesproken. En toen ik eenmaal zelf studeerde en te horen kreeg van mijn moeder dat het gewoon kwam omdat hij tijdens de oorlog 5 jaar onder de grond had gezeten en daardoor longproblemen had, dacht ik, oh, is dat alles? Eigenlijk was dat zo'n voor de hand liggende verklaring, maar omdat daar zoveel jaren geheimzinnig over werd gedaan, had ik al hele spannende fantasieën over hoe iemand aan zo'n hoest komt. Dat natuurlijk heel verklaarbaar was en te tragisch en duidelijk, maar het gewicht dat ontstaat door geheimzinnig doen. Door het zwijgen. Ja, en dat is fascinerend. En dat probeer ik ook hier in een stille moeder juist de kracht van het boek te laten zijn, die stilte. En er zijn meer verklaringen voor, zeg je, vanuit je achtergrond. Het Joods milieu is er één, gelinkt aan de oorlog. Ja. Wat zijn de andere verklaringen? Nou, andere verklaringen. Eigenlijk zijn het er heel veel die gaandeweg tijdens het schrijven dan weer voor mijzelf duidelijk werden. Maar dat is meer in het werkproces. En wat bedoel je daarmee? Dat is lastig uitleggen. Maar kijk, de kracht van stilte is vaak dat als een paar woorden gezegd worden, heeft het veel meer betekenis dan paginalange dialogen. En dat ken ik uit eigen ervaring. En dat is de uitdaging voor mij om dat ook in een roman weer te geven. En is dat zwijgen, label je dat als positief of als negatief? Nou, dat is een beetje, dat kan je zien als economisch met taal omgaan. Maar ook, het heeft ook absoluut nadelen. Maar ik betrap mezelf er nu op, nu ik dus kinderen heb, dat je vaak toch moet kiezen voor een middenweg en niet altijd maar alles kunt uitleggen. Ikzelf, ik heb ook kinderen en ik heb ouders met een oorlogsgeschiedenis. Ja. En ik las jouw boek en ik dacht, is het onderwerp, kan je de ander kennen? Kun je überhaupt je ouders kennen? Ja, dat is een goede vraag. Lunja doet haar best. Jouw hoofdpersoon. Ja, zij probeert dat en komt ook tot ontdekking dat het haast onmogelijk is. En ontdekt dat je ook misschien niet alles moet willen weten over je ouders en hun verleden. Dat was voor mij persoonlijk ook weer een ontdekking. Want ik vroeg me eigenlijk af, stel nou dat mij gebeurt. Dat ik ineens te horen krijg van mijn vader, op wie ik dol ben. Stel maar dat hij zegt, Ariella, ik weet het eigenlijk niet of ik wel je vader ben. Wat dan? Wat betekent dat voor mij? Verandert dat de relatie tussen ons? Mijn liefde voor hem? Het vertrouwen? Wat gebeurt er dan? Nou ja, dat is natuurlijk een vertrekpunt voor zo'n roman.
In de hal doet ze het licht aan, waardoor me opvalt hoe vermoeid ze eruit ziet. Haar ogen zijn kleiner dan normaal, eromheen meer getekend. Of heeft het met de lichtval te maken? Ze loopt voor me uit door het trappenhuis naar boven. Haar voetstappen klinken zwaarder dan vroeger. Ze vraagt hoe de vliegreis is verlopen, hoe lang de taxi erover heeft gedaan. Dat het allemaal prima ging, antwoord ik. Geen enkel probleem, geen vertragingen, niets. En ik kon meteen een taxi krijgen. In de gang op onze verdieping haalt ze de sleutel uit haar jaszak. Ik schrik van haar vingers. Ze lijken krom te staan. Haar handen lopen vooruit op haar leeftijd. Ik kijk naar de voordeur recht tegenover de onze en voel het oog dat vroeger altijd achter het kijkgaatje stond. Als je naar je werk tot nu toe kijkt, hè, zit daar grote lijnen in? Is daar iets dat ze bindt? De verschillende romans. Ja, absoluut. Het zijn telkens weer gezinsdrama's.